begon hij om zelf beroemd te worden. Dat is natuurlijk ook het ongelooflijk knappe van een man die nou helemaal en vogue is. En dat gun ik hem ook van harte, dat is André van Duin. Daar heb ik altijd van gezegd, dat is een grote komiek. Dat is een hele goeie. En daar trok intellectueel Nederlands heel erg zijn neus voor op, hoor. Hij zat laatst in dat programma van Hanneke Groenteman. Er werd een schilderij van hem gemaakt, weet je wel, door drie mensen. En toen zei Hanneke, wat ongeveer de vleesgeworden grachtengordel is... Die zei, ja, er waren natuurlijk vroeger wel mensen die hun neus optrokken voor wat u deed. En dacht ik, ja, jij trok daar je neus voor op. Ik wil u wat laten zien. Ja. Een nieuwsfragment. Willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen? Minder! Dan gaan we dat regelen. Daar kan je toch zien wat een oliebol die man is. Het is dus helemaal Goebbels, hè? Wordt er den totalen krieg, riep die idioot. Weet je wat nou zo jammer is? Dat niet iemand anders er iets, een keer eens iets over zegt. Hè? Want die dus bijvoorbeeld zei, natuurlijk hebben we een probleem met Marokkanen. En zeker met Marokkaanse jongeren. En in de oude wijken gaat het allemaal fout. En om van die Antillianen nog maar te zwijgen. Wat gaan we daaraan doen? Ik vind het een drol, die man. Dus, En wat moet je hier dan mee? Ja, niks. Niet op hem stemmen. Maar jeukt het dan niet om bijvoorbeeld nog eens een cabaretvoorstelling te maken? Of een maatschappijkritisch liedje te schrijven? Of op een andere manier uw kunsten in te zetten? Nee. Ik heb wel iets van, luister eens... Het zal mijn tijd nog wel uitduren, maar dat kan ik dan weer niet helemaal volhouden, want ik heb 5 kleinkinderen. En dan denk ik, hoe moet het daar dan mee? En dan hoop ik maar dat het allemaal goed gaat. Dag Guus. Wat zit dat krapje? God.